150 euro, 160 euro bij de bal, 160 euro is geworden, 160 euro is geworden, 170, 180 euro. 180 euro is links achterin, 180 euro is geworden, 180 euro eenmaal. 290, 200 is helemaal bovenin, 220 is die meneer, 220 is die meneer, 220 euro. Dus ik heb er veel langs dan ik wil, 240. 240. Niemand meer dan 240 euro. Geen hoger bod dan 240 euro. Niemand? 240, links achterin de kop. Voor 240 euro. De gemeente Almelo heeft in het kader van BKR en andere kunstaankopen heel veel kunst in de kelder staan. En het zou natuurlijk toch mooi zijn als dat voor een breder publiek weer beschikbaar komt. Een deel van dat geld wat nu door deze veiling opgebracht mag worden gaat terug naar de gemeente. En de andere opbrengsten die zijn bedoeld om binnen de gemeente Almelo aan cultuur en kunst en jeugd te besteden. We hebben gelukkig wel heel veel veilingnummers verkocht. En op deze drie kijkdagen is er heel veel belangstelling. Veel meer dan we hadden durven hopen. Dus we zijn erg blij met deze belangstelling. Als dit zich ook voortzet in goede biedingen op de veiling morgenmiddag. Onder leiding van Jan Smit. We hebben natuurlijk een prachtige veilingmeester hierbij. Dan zouden we hopen op een mooie opbrengst. En het komt toch allemaal terug weer binnen Almelo. We hebben een paar hele bekende kunstenaars. We hebben natuurlijk Bianca Kleinenberg, Sien van Meurs met een paar prachtige stukken. Ja, er zijn een paar hele mooie stukken. 170, geen ruzie maken, niet overleggen, dat mag tijdens de veiling niet. Wordt die notaris hartstikke boos. Dat is in strijd met de mededingingswet, laat ik maar zeggen. Ik moet altijd wel verstand van hebben. 170 euro heb ik daar. 170 euro helemaal. Allemaal. Niet meer 170, niemand. Als je wilt blijven hier, ja. Dag mevrouw, u heeft dat schilderij gekocht? Ja, dat klopt. Dat heb ik op de veiling gekocht. Dat was erg leuk. Je begint gewoon met bieden en de een naar de ander die biedt steeds meer. En zo heb je dus een bepaald bedrag wat je ervoor betaalt. Kende u de kunstenaar al voor die tijd? Nee, die kende ik niet. Dus dat was een complete verrassing. Ja, in Noord-Frankrijk heeft hij gezeten. Daarom, de schilderij sprak me enorm aan. Het geeft een beetje de sfeer weer zoals het in Frankrijk is. Mag ik vragen wat u voor betaald heeft? Ik heb er 240 euro voor betaald. Nou, ik denk dat het een koopje is. Ja, dat denk ik dus ook. Daarom heb ik ook meegedaan. Dus.